geen bed. Had ik ooit geld aan hem alleen maar, hè? Ja, 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 ja. De strategie was dus duidelijk, het lossen van het statuut, afkopen met een paar centen, fietsvergoeding en een heel zwakke bijkomende pensioenpeiler. Ik hoop dat onze werknemers ten volle begrijpen dat wat dit laatste betreft, diezelfde schepen Valkeniers ook hier in de Raad eerder al heeft toegegeven, dat van een volstorten van deze tweede pensioenpeiler, dus een pijler van de pijler een volwaardige pensioencomponent geen sprake kan zijn, gezien er geen financiële middelen zouden zijn. Hoewel we de afgelopen gemeenteraden aan het beslissen zijn om voor miljoenen eigendom te verwerven, waar we bovendien nog miljoenen restauratiekosten aan hebben. En wij dan, die dachten dat deze beleidsploeg communicatie met haar personeel zo hoog in het vaandel droeg. Niet dus. Deze beleidsploeg komt dus niet de in deze raad gemaakte afspraken na en laat haar personeel in de kou staan. Misschien niet bij CEPA, maar net als in veel bedrijven in de privé zijn wij er als SPA-fractie wel van overtuigd dat het personeel het kapitaal is van de onderneming. Zijn we bereid om deze mensen te helpen in hun ontwikkeling, hun expertise naar waarde te schatten en ze voor hun prestaties te belonen en ze vooral een perspectief naar de toekomst toegeven. We focussen ons niet op hoe we mensen sneller kunnen ontslaan of ergeren ons niet aan mensen die op ziekteverlof zijn, maar we willen ons wel toespitsen op een goed aanwervingsbeleid op basis van competentie. U voelt ons dus al aankomen. Wij zullen dit agendapunt op deze manier niet goedkeuren. En wij hopen dat het personeel even verontwaardigd zal reageren zoals ze gedaan hebben toen de kaderaanpassingen op de dienst der werken ter sprake kwamen. Alle indicaties zijn er trouwens dat op dit eigenste ogenblik op bovenlokale niveaus na het goede geleverde werk in verband met de eenmaking van het statuut werknemersbedienden in de vorige legislatuur de discussie volop aan de gang is over het statuut bij de overheidsdiensten, uiteraard in relatie met alle NEP-statuten en de contractuele. Moeten we dus nu echt toegeven aan de persoonlijke fetish van schepen Valkeniers en zijn volgelingen? Wij vragen dan ook uitstel van dit punt, zodat dit zoals eerder beloofd eerst ten gronde besproken kan worden in de beloofde overlegorganen. Ik heb geen probleem met de vervanging van statutaire en contractuele, onder bepaalde voorwaarden. Maar ik weet niet of het zo rechtvaardig en wijs is dat a. vooral de leidinggevende functies statutair blijven en b. stel ik me ook vragen bij de arbitraire keuzes in de functies die hetzij statutair blijven, hetzij contractueel worden. Wanneer mensen op hetzelfde moment op eenzelfde niveau in de organisatie komen, maar met een verschillend statuut, dan kan dit gevolgen hebben voor de tevredenheid en de motivatie. U weet ook geen goede zaak dat statutaire functies systematisch vervangen worden door contractuele functies. En dit niet alleen in onze gemeente, maar in de volledige administratieve openbare diensten.
nogal een beetje grof te moeten horen van Schepen Vermeer, wat ik allemaal zou gezegd hebben over onze gemeentelijke medewerkers. Ik daag hem uit van in gelijk welk verslag, van gelijk welke gemeenteraadszitting in de vorige legislatuur, als ik voorzitter was van de gemeenteraad, daar één zinspeling te vinden. Ik ga er nog altijd vanuit dat de collega van Heren het verschil kent tussen een grapje of een denigrerende en opmerking over gemeentelijke aangelegenheden. Ik denk zelf dat ik in mijn vorige functie als voorzitter van de gemeenteraad over de inzet van het personeel van onze gemeente, onze CNW, nooit één grapje heb gemaakt. En u mag ook altijd contact opnemen, een collega, met de ambtenaren met wie ik vandaag in mijn functie als schepen over de verschillende beleidsdomeinen die de mijne zijn, werk, om hen te vragen of ik hen deloyaal of onrespectvol zou behandelen en dat er in ieder geval geen ruimte zou zijn om constructief overleg te plegen, weliswaar natuurlijk, rekening houdende met het primaat van de politiek, waar ik hoop dat u het ook zal mee eens zijn. Ten tweede zie ik niet goed in wat aan mijn professionele functie in deze komt bij de zaak doen. Ik zou het graag willen beperken tot het politieke debat en dat we dan spreken over dingen waar we iets van af weten en verwijzingen naar onze professionele functies of onze privé sfeer is denk ik hier niet aan de orde. Ten derde zou ik willen zeggen dat deze personeelsformatie een onderdeel is van een globaal pakket dat wij zowel voor de gemeente als het OCNW hebben besproken met de vakbonden, zowel in informeel als in formeel overleg. In dat opzicht hebben we natuurlijk ook hoop ik toch althans uit de fouten van het verleden, hebben gezegd we gaan een globaal pakket voorstellen dat betrekking heeft op het geheel van het gemeentelijk en OCNW personeel. En hier is een eerste onderdeel dat wij vandaag moeten goedkeuren, de specifieke formatie van de gemeente. OCNW is hier niet aan de orde, moet in de OCNW-raad uiteraard beslist worden. Ten derde voeren we een verhoging door van de maaltijdchecks vanaf 1 januari 2015 tot €6 per dag voor iedereen, statutair contractueel GESCO. Ten vierde verhogen we de fietsvergoeding. Dat zijn allemaal weliswaar peanuts, begrijp dat wel. Ik zou zeggen, alle beetjes helpen. Tot spijt van wie het benijdt, dit is een gezamenlijk voorstel van het college, gesteund ook door het bestuur. Wij denken dat dit een goed pakket is, dat dit globaal pakket zeker en vast mag gezien worden. Het bewijs daarvan trouwens is dat een niet onbelangrijke vakbond, die u nogthans meestal gunstig gezind is, collega Vermeer, ook overgegaan is tot ondertekening van het protocol voor akkoord. En ik wil ze daar ook voor feliciteren, want ik denk, in alle eerlijkheid gezegd, dat dit ook een bijzonder goed akkoord is. Iedereen houdt wat hij heeft. We doen een inspanning voor contractuelen en GESCO's die in het verleden nooit tot hiertoe is gebeurd. We proberen iets bijkomend te geven in koopkracht. Er is trouwens nog, tussen haakjes gezegd, ook nog een engagement in het protocol opgenomen dat wij in de volgende jaren van deze bestuursperiode, voor zover dat we de budgettaire ruimte hebben, nog kleine bijkomende stappen op dat vlak willen doen. Ik denk dat dit een mooi akkoord is. In ruil vragen wij een nieuwe personeelsformatie, waarbij dat wij een beweging doen die in gans Vlaanderen ondertussen al gebeurd is, namelijk meer contractuele medewerkers, minder statutaire. Maar we hebben dat naar de geest van het decreet gedaan. We hebben dat niet gedaan zoals in Antwerpen onder een socialistische burgemeester, waarmee gewoon de statutaire benoemingen afgeschaft heeft, kort en goed. We hebben dat gedaan naar de geest van het decreet.
We hebben de krijtlijnen binnen het college vastgelegd en het zijn de secretarissen van gemeente en OCW samen met de gecombineerde personeelsdiensten die dat verder uitgewerkt hebben op basis van een aantal principes die in de toelichtende nota zijn opgenomen. We denken dat dat een goed akkoord is. Ik wil dat ook met vuur verdedigen. Ik ben blij dat een van de belangrijke vakbonden dat ook zo heeft ingezien. En ik ben ervan overtuigd dat de toekomst zal bewijzen dat de vakbond die dat niet mee heeft ondertekend, ongelijk zal hebben. Dank u. In de vorige legislatuur van onze fractie steeds pogingen gedaan zijn om al wel te beginnen met de pensioenpijler, maar de mensen die nu aan de andere kant van de tafel zitten, toen steeds op de rem zijn gaan staan. Uw nummerie was nog dan groter dan mijn nummerie kan vandaag. Ik heb u ook laten uitspreken, dus ik zou het appreciëren dat u mij ook liet uitspreken. Dus in de vorige legislatuur heeft onze fractie herhaaldelijk geprobeerd om een tweede pensioenpijler op een volwaardig niveau te brengen, maar we zijn niet verder geraakt dan een reserve aan te leggen, want het was het enigste waar de partijen die nu aan de andere kant van de tafel zitten, wouden toe gaan. Hè? Dus een storting van een bedrag in een reservefonds op een bankrekening. En verder wou men niet. We wou men in de vorige legislatuur niet gaan en dan ook helemaal niet aan onze fractie. Laat dat heel duidelijk zijn. Denigrerend over 2%. En wel, ik ben u voor de goede orde eens gaan opvragen wat dat in Vlaanderen betekent. 252 gemeenten die het hebben. En jawel, er is één gemeente die 5% geeft. Er zijn er 4 die 4% geven. Er zijn er 18 gemeenten die 3% geven. 59 gemeenten die 2% geven, waar dat Schoten kan bijkomen. En dan zijn er nog altijd 161 gemeenten die 1% geven. Dus om nu zo denigrerend te doen over die 2% tweede pensioenpijler, met alle excuses, maar we steken daar in één keer, we komen van 0 naar 2, hè, iets dat de vakbonden, maar ook onze medewerkers, al ik weet niet hoeveel tig jaar vragen, dat is een stap die we nu zetten en die we niet ergens niet volstorten of zo, die wordt vanaf januari betaald aan RSZ-PPO ten diensten van onze contractuele medewerkers en onze gesco's. En als je daar een lijn tussen trekt, hè, wie dat er allemaal op 2% zit, zitten we ver in de bovenste helft van Vlaanderen. En natuurlijk kan dat altijd nog meer. En ik kon er nog eens iets zeggen. We hebben beslist, nu, mogen we gerust weten in het college, dat we nog via middelen gaan aanvragen. Iets wat we in het verleden niet gedaan hebben. Wat we nu wel gaan doen, en dat we, als we die krijgen, hebben we zelfs het engagement genomen, dat als we die via middelen krijgen, de middelen nog voor 2014 en de restmiddelen die mogelijk in 2015 komen, dat we die niet ergens wegsteken, maar dat we die integraal gaan uitkeren ter verhoging van de koopkracht van ons personeel, lees dat we die gaan gebruiken om onze maaltijdchecks te verhogen. Niet vergeten, die maaltijdchecks, die gaan van 5,08 naar 6, hè. Moesten die via middelen komen, ik zou nog iets hoger willen gaan, maar het moet altijd betaalbaar blijven. Je kunt maar uitgeven waar dat er binnenkomt. Als je dat niet doet, dan kom je in de problemen. Maar als we dat nog kunnen opgeven, dat is 1 euro per dag. Grosso modo, waar we naartoe gaan voor maaltijdchecks. De mensen die met de fiets komen, is dat 5 cent per dag. En ik weet er wel allemaal geen halleluja over roepen, maar in deze tijden, heeft iemand al eens het nieuws gezien, overal is het minder, 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 minder. En wel, in Schoten gaan we meer. En dat is een vaststaand feit. En dat is een eis die hier al jaren, jaren, jaren door dit gemeentehuis kwalt. Niet alleen door dit gemeentehuis, door de diensterwerken ook. En we hebben wel geluisterd. En ik zie dat een heel hoop medewerkers staan van de diensterwerken. We zijn, en dat hebben we toen openlijk toegegeven, voortvarend van start gegaan, dat was fout. Ik ben naar de diensterwerken gekomen, samen met Schepen van Gestel, samen met Schepen Valkenies en die denk met onze secretaris. En wij hebben wel geluisterd. Als je ziet wat daar allemaal in staat tegenover het begin, en dan bedoel ik niet alleen over die maaltijdchecks, over die fietsvergoeding, over die tweede pensioenpijlen, dat plotseling geen dromen niet meer zijn, maar realiteit worden. We hebben daar heel duidelijk gedetecteerd, dat is toen zelfs zo letterlijk tegen mij gezegd, burgemeester, opletten met uw eerste plannen. Geblokkeerd een aantal mensen
die nu statutair zijn, die mogelijk niet meer kunnen doorgroeien, omdat de functie bovenin contractueel wordt. En dan heb ik gezegd, ja, dat is waar. Dat is waar, maar dat is naar motivatie toe niet goed. U zal merken dat in die personeelsformatie altijd sporen zijn gemaakt, zodat de mensen die gemotiveerd willen, ook in een statutair verband, nog kunnen promoveren. Tweede, we houden iedereen aan boord, hè. Jullie doen allemaal maar precies of dat is een engagement van een man, ze zeggen niet. Wij hebben in deze tijd het engagement genomen in een raad naar ons personeel dat iedereen aan boord blijft. We houden ze natuurlijk zware overtredingen en diefstallen en al de rest, dat is wel logisch. Dat wij iedereen houden in deze tijden en iedereen in zijn statuut met nog mogelijkheden om in het statuut te promoveren. Wij hebben wel geluisterd, wij zijn wel in dialoog gegaan en ik kan dit ook echt waar verdedigen. Want we hebben hier stappen vooruit gezet met dit akkoord die er nog nooit in de gemeente Schoten zijn geweest. Ik kan het altijd beter, ik kan het altijd meer, ja. The sky is the limit, dat weet ik ook. Maar dit is realistisch en dit is denk ik goed en daar kunnen we mee voort. En ik hoop zelfs, want dat is een engagement dat ik wil nemen, dat we op één punt na ook met de vakbonden onze arbeidsvoorwaarden op hetzelfde pijl kunnen houden. En als we dat kunnen doen in deze tijden, voor onszelf, als entiteit gemeente Schoten en voor ons personeel, wel, dan vind ik van mijn eigen dat deze college, dat deze bestuursploeg, dat we daar goed bezig zijn. Tot spijt van wie het benijdt, dit is een stap vooruit die nog nooit iemand anders heeft gezet. En dat is mijn mening. Thank you.